Helemaal welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik een shoplog voor jullie. Ik weet dat mijn vorige shoplog nog niet zo heel lang geleden online kwam. Maar tijdens de examens vind ik het altijd heel verleidelijk om te bestellen online. En mijn pakketjes zijn binnengekomen. Ook heb ik nog een aantal spullen gekocht bij de Action. En deze wil ik ook nog laten zien in de video. Voor we beginnen met de shoplog zou ik het leuk vinden als je alvast even abonneert op mijn kanaal. En deze video een like geeft. En dan gaan we nu beginnen met de shoplog. Ik ga beginnen met mijn spulletjes van Action, want dat is niet zo heel veel. Het eerste wat ik heb gekocht zijn deze pennetjes. En ik vond die er heel schattig uitzien. En ik heb ze gekocht in het roze en het grijs, maar die had ze ook nog in andere kleuren. En ik vind die echt heel schattig. De grijze pennetjes hebben stipjes, gouden stipjes erop. En de roze pennen hebben... ja, witte tekeningetjes erop. En deze waren super goedkoop en heel erg leuk. Dan kocht ik ook nog schriftjes met een marmeren print. En zoals jullie weten ben ik dol op marmer. Dus deze schriftjes kon ik niet laten liggen. En er staat op this and that. En ja, die zijn gewoon heel schattig. Schriftjes kunnen niet echt schattig zijn, maar je snapt wel wat ik bedoel. En dan kocht ik ook nog een microvezel handdoek voor je haar. En dit zorgt ervoor dat je haar sneller gaat drogen als je uit je douche komt of uit bad. En ik vond het wel interessant om eens te testen, dus dit heb ik ook gekocht. En het was ook nog eens heel goedkoop. Mijn mama ging een bestelling plaatsen bij CNA en ik heb ook een aantal dingetjes mee besteld. Allereerst heb ik deze pull besteld. Ik vond die echt heel erg leuk. En deze was 19 euro, dus ook niet zo heel veel geld. En ik vind deze pull echt geweldig. Ik vind de print echt tof en het is ook een heel warme pull, dus ideaal voor winter. Ik draag heel graag kleedjes, maar tijdens de winter is dat toch wel een beetje te koud. En daarom kocht ik nylonkousen. Of ja, het zijn niet echt nylonkousen, het is echt van heel dikke stof. En die zijn ook heel erg warm, dus deze kocht ik bij CNA. Ik koop tegenwoordig bijna al mijn nylonkousen of kousenbroeken in CNA, omdat die daar goedkoop zijn en van goede kwaliteit. Ik kocht deze sjaal en het is een beetje beige roosachtig. En ik vond het echt wel een heel mooie sjaal bij mijn grijze jas. Dus deze heb ik ook gekocht. En aan de onderkant zijn er zo van die... ja, hoe noemt dat? Geen idee hoe het noemt, maar dus deze sjaal kocht ik ook nog. Dan bestelde ik ook nog een aantal dingen bij Zalando. En als eerste deze pull van New Look met aan de mouwen zo twee strepen. Vond die echt wel heel erg leuk. Zo. Het is eigenlijk gewoon een simpele pull, maar ja, je kunt nooit genoeg simpele pullen en warme pullen hebben. En deze was dus van New Look. Dan bestelde ik ook nog een jas van New Look. Ik zal hier van een aanbeeld wel plaatsen. Maar ik ben nog niet helemaal overtuigd over deze jas. Ik weet niet zo goed of ik die moet houden of niet. En ik weet ook niet zo goed dat ik die eigenlijk moet dragen. Dus dat is nog een twijfelgeval. En als laatste kreeg ik nog een pakketje voor mijn blog. En al deze skincare producten die ik nu ga laten zien, die heb ik dus ontvangen voor mijn blog. En die komen van Nufarma. Ze hebben mij allereerst een tasje gegeven waar ik dus producten kan indoen. Ik vind het echt een heel schattig tasje. En dit zal ik ook gewoon zo zelf aankopen. Dan heb ik van Nuxe een body scrub gekregen. En zoals jullie weten ben ik echt een heel grote fan van Nuxe. Ik gebruik hun lippenbalsem, Rijftimiel, echt elke dag bijna voor mijn droge lippen. En dat gebruik ik dan 's nachts. En ik heb nog nooit eerder bodyproducten gebruikt, dus... hier ben ik ook heel benieuwd naar. Dan zit er van Louis Witmer een kennismakingsset voor een vette huid. Ik had normaal vroeger een droge huid, maar tegenwoordig is die eerder gemengd. En dit is een setje om eens te testen wat ik ervan vind van de producten van Louis Witmer. Dan van Caudalie kreeg ik een Deep Cleansing Exfoliator. En... dat is volgens mij ook een scrub, maar dan voor je gezicht. Caudalie is een redelijk duur merk. Dus ik ben hier ook heel benieuwd naar. Dan van Vichy zit er een melk in. Of een serum melkachtig product. Van La Roche-Posay zit er een spray in. En dit is om te verfrissen of om je make-up te zetten. En ook een beetje om je huid te hydrateren. Dan zit er nog dit in. En dit is van Talika. Dit merk ken ik niet, maar het ziet er wel super goed uit. Ik vind de verpakking ook heel erg mooi, dus ik ben er heel benieuwd naar. En dit is een crème voor hydratatie. Dan zit er van Louis Vuitton ook nog een crème in. Van de La Roche-Posay nog een mascara. Ik wist niet dat La Roche-Posay mascara's had, dus ik ben hier benieuwd naar. Dan zitten er nog twee producten in van Garantia. Ik denk dat ik het zo juist uitspreek, maar ik ben niet zeker.
En hierin zit een kaars. Zo. Een lekker ruikende kaars. En dan nog een klein productje. En dat is een, ook een scrub voor uw gezicht. Nee, niet voor uw gezicht, voor uw lichaam. Zo, dit waren al mijn gekochte en gekregen spulletjes van afgelopen tijd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Laat me zeker weten in de reacties welke video's jij de volgende keer wil zien. En ik wil jullie bedanken om te kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. En ik zie jullie de volgende keer. Bye!